We zijn vrijdag, de dag dat alles ontsloten wordt. Ik hoop dat jullie de plek hebben herkend waar we de kruk hebben gezet, waar we hier de tekst naar handelingen hebben gezocht. Voor mij een absoluut bekende plek. Ik heb hier een heel stuk van mijn jeugd mogen doorbrengen, weliswaar niet hier achter mij, maar in de regio Wortel. We zijn in de landloperskolonie geweest, wat heden ten dagen een gevangenis is. Maar een belangrijke plek waar we toch op zoek zijn gegaan naar een nieuwe betekenis van een deel van de handelingen. En hopelijk heb je het gevonden. Hopelijk hebben alle tips die we hebben gegeven, alle voorstellen, heb je ze kunnen interpreteren en hebben ze geleid tot de tekst die wij zoeken. We zijn ook in de derde week van ons programma. En dat wil zeggen dat we ook onze vlag, onze derde vlag, kunnen planten op het parcours, op het fietsparcours. Dat zal zo dadelijk gebeuren. Weer een aanzet om nieuwe dingen in ons bisdom te ontdekken. Heb je ook de voorwerpen op de kruk gezien? We hebben er verschillende op gezet, maar het was duidelijk dat het om de engel ging. De engel die Petrus bevrijdde. En dan kan ik de tekst voorlezen uit Handelingen, Handelingen 12, de verzen 1 tot 11. Omstreeks die tijd legde koning Herodes de hand op enkele leden van de kerk om hen te mishandelen. Jacobus, de broer van Johannes, liet hem het zwaard ter dood brengen. Omdat hij bemerkte dat dit de Joden aangenaam was, liet hij ook nog Petrus gevangen nemen. Het was juist in de dagen van het ongedecemde brood. Toen hij hem in handen had gekregen, wierp hij hem in de gevangenis en liet hem bewaken door vier groepen soldaten. Elk van vier man. Het was zijn bedoeling Petrus na het paasfeest voor het volk te leiden. Terwijl Petrus in de gevangenis zat, werd door de kerk vurig voor hem tot God gebeden. In de nacht voordat Herodes hem wilde laten voorleiden, lag Petrus met twee kettingen vastgebonden, te slapen tussen twee soldaten, terwijl ook voor de poort van de gevangenis wacht werd gehouden. Opeens stond een engel des Heren bij hem en was de cel hel verlicht. Hij stootte Petrus in de zij, wekte hem en sprak: "Sta vlug op." Meteen vielen de kettingen van zijn handen. Vervolgens zei de engel: "Doe uw gordel om en bind uw sandalen onder." Petrus deed het. De engel hernam: "Sla uw mantel om en volg mij." Hij ging mee naar buiten zonder nog te beseffen dat het werkelijkheid was wat de engel deed. Hij meende een visioen te zien. Zij passeerden de eerste en de tweede wacht, kwamen aan de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad. Deze ging vanzelf voor hen open. Zij traden naar buiten, liepen een straat ver en eensklaps was de engel verdwenen. Toen kwam Petrus tot zichzelf en zei: "Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden en mij heeft ontrukt aan de macht van Herodes en alles wat het volk van de Joden verwachtte." Dat is het stukje wat we deze week proberen in beeld hebben te brengen, hebben te illustreren. En daar zitten toch wel een paar heel belangrijke lijnen in. Wat mij natuurlijk persoonlijk treft is de verwijzing naar Jacobus. Als pastoor van de Sint-Jacobskerk in Antwerpen is het mijn bekende figuur die daar in al zijn glorie en in verschillende van zijn houdingen wordt uitgebeeld. De broer van Johannes, het hoogkoor van Sint-Jacob, van de kerk, van de Sint-Jacobskerk in Antwerpen, toont een Jacobus die ten hemel wordt opgenomen. Het zal wel niet helemaal waarheidsgetrouw zijn, maar het is een imposant marmerbeeld van iemand die ten hemel stijgt vanuit zijn overtuiging, vanuit een geloofwaardigheid dat hij mensen leidt, dat hij voorgaat, dat hij ze in de goede richting leidt, maar dat hij ze ook een voorbeeld wil geven. Hij stijgt ten hemel op met al zijn attributen. Zowel die van bisschop als die van pelgrim. De stok en de kalebas met de Sint-Jacobsschelp. Die dingen die
nederige symbolen zijn, maar die hem identificeren. Die hem een identiteit geven als de pelgrimerende, als degene die op weg gaat. Die eigenlijk altijd op weg is, want de betekenis van wat hij doet zit in de weg. Zit in het afleggen van die weg. Dat hij een zeer onstuimig karakter moet gehad hebben, dat weten we ook uit de evangelie. Maar wordt ook in beeld gebracht. Hij is het normaal nooit met de algemeen geldende redenen eens. Hij is degene die Jezus meerdere keren terechtwijst, waarop Jezus hem ook antwoordt. Het is iemand die een vraag stelt. Het is iemand die emotioneel en impulsief reageert. En zo ook de weg bewandelt. Hij zal wellicht op zijn pelgrimstocht heel wat kilometers in de verkeerde richting hebben gelopen. Dat zonder twijfel. Het is zeker niet iemand die bedachtzaam is. Maar het is wel iemand die voorgaat, die trekt. En die, als het de verkeerde richting is, zich ook ombuigt, plooit, terug heroriënteert naar het doel. En heel de gevangenisnemer met Petrus, de rol van de engel die we daar wat verder in zien verschijnen, is een stuk van correctie op die weg. De hele setting van de gevangennemer van Petrus lijkt wel heel sterk op die van Pasen. Er wordt verwezen naar de ongedecemde broden, het paasfeest wordt ook effectief vermeld. Het hele gegeven van de omgeving, de groepen soldaten, vier en nog eens vier, het hele symbolische gegeven. Het in de gevangenis zelf zitten, waarbij we natuurlijk de verwijzing hebben naar die kettingen. Twee kettingen. Het gaat hem niet zozeer over die twee of het ijzer als zodanig. Het gaat hem vooral op het moment dat die engel verschijnt. Dat hij aan Petrus zegt, sta vlug op. En wat zien we dan? Meteen vallen die kettingen eraf. Hier krijgen we naast Petrus een tweede heel belangrijke figuur. En dat is die engel. De engel die hier letterlijk aankondigt, maar ook ingrijpend het levensverhaal en de levensverwachting van iemand verandert. Als je met twee kettingen in een cel zit, met zoveel bewaking, met zoveel soldaten, dan ziet het er normaal niet naar uit dat je nog grote wandelingen gaat doen. Dat gebeurt hier wel. Het is duidelijk dat die engel ingrijpt niet op wat verwacht is, maar het niet te verwachten realiseert. En dan doet hij er nog tempo, voegt hij er nog tempo aan toe ook. Want hij moet het vlug doen. Verwijzend waarschijnlijk naar het paasfeest. Maar hoe dan ook, het gaat erom een nieuw ding te doen. Nieuwe werelden te ontdekken. En dat is altijd genoeg voor verloren. Doe je gordel om en bind je sandalen om. Twee dingen die in Joodse termen zeer bekend klinken. Want het zijn de signalen om effectief voor te gaan. Om te leiden. Het zijn ook de dingen die Mozes te horen kreeg. En Abraham. Petrus deed het. Hij gaat dan verder. De engel zal hem verder begeleiden. Niet enkel met de mantel, maar ook met het aantonen van de weg. Het is indrukwekkend hoe, als je de weg goed geleid wordt, hoe je dan doorheen een gevangenis kan stappen alsof er geen tralies zijn. Alsof er geen cipiers zijn. Alsof er geen wacht is. Alsof er geen ijzeren poort is. Hij loopt er gewoon doorheen. De dingen gaan uit zichzelf open. En zo komt hij in die stad zelf. Maar op het moment dat hij daar is en dat hij ten volle zijn taak als verkondiger kan opnemen, als hij in die nieuwe wereld is ingetreden, dan is het duidelijk dat de engel weer ander werk kan gaan doen. Dan kan hij weg, dan kan hij naar een andere wereld, dan kan hij andere taken uitoefenen. En dan verdwijnt hij ook. Petrus leidt hier een conclusie uit af. Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden en mij heeft ontrukt aan de macht van Herodes en alles wat het volk van de Joden verwachtte. Helderder kan je je taak niet omschrijven, duidelijk naar wat de gevangenneming hem tot inzicht heeft geleid. Het is eigenlijk een heel mooi verhaal wat ons eigenlijk in een verlengde van de paastijd op weg zet om ook die dingen te doen die wellicht niet in de lijn liggen, die niet direct verwacht zijn of die in onze eigen plannen niet van boven drijven.
Het is mooi om te zien hoe Petrus door zich te laten leiden in zo'n engel, die ook niet de grootste geloofwaardigheid zal gehad hebben, in een nieuwe wereld intreedt en dat risico ook loopt. Het is een tekst voor ons vandaag. Hoe durven wij dat risico nemen? Durven wij ons laten leiden door die dingen die misschien niet wetenschappelijk zijn of niet geloofwaardig in een moderne benadering of die niet mediageniek worden neergezet? Durven we ons daardoor laten leiden om uit te treden, om buiten te treden uit datgene wat we kennen en kunnen? Om het nieuwe te doen en datgene te doen wat we eigenlijk vanuit ons doopsel gevraagd worden te doen. Het zet mij altijd aan om na te denken. Heb je alle tips gezien? Jacobus, de broer van Johannes. Die met het zwaard ter dood gebracht. Voilà. Wat we vieren zijn de ongedecemde broden. Een helm verwijzend duidelijk van een soldaat. Duidelijk van een soldaat. 4, 4, 4. Ja, dan komt er een berg uit. De betekenis van Pasen als bevrijding. Maar dan die koning. Komt die er dan heel bijzonder in voor? Kettingen, zijn er kettingen? En ik kan me ook inbeelden dat er een eerste wacht en een tweede wacht is. En uiteindelijk de engel. We staan hier op een begraafplaats, verbonden aan een gevangenis, landloperskolonie. Ik sla mijn mantel om en dan doe ik mijn sandalen aan. Ik sla mijn mantel om, dan ga ik mijn mantel omslaan. En de sandalen losmaken. En dan doe ik mijn sandalen aan. Nee, dat is nou niet het moeilijkste. Dat zijn moeilijkere dingen. Ik sla mijn mantel op en dan doe ik mijn sandalen aan. Dit zou een goed spotje zijn. Oké. Okay. Er is ook een winnaar, een weekwinnaar. Als prijs mag ik aan die winnaar een bezoek aan de Sint-Jacobskerk aanbieden. Om een zicht te krijgen op die toch wel wonderlijke figuur van Jacobus en de rol die hij in dit deel van de handelingen speelt. En wie dat zal zijn, dat krijgen we nu te zien. Dat is beangstigend. Tot op het moment dat je het niet meer ziet en dan zit in je verhaal en dan heeft het eigenlijk niet speciaal om het lijf. Ik vond het eigenlijk echt wel dinsdag heel aangenaam om daar in Wortel in die omgeving te zijn, omdat die natuurlijk voor mij bekend is. En het was jaren geleden dat ik daar gekomen was. Echt als kind, van kind af aan geleden. En dus dan zie je dat er eigenlijk ook niet zoveel is gewijzigd. Het is allemaal wat geordend en het ziet er wat chiquer uit. Maar het is eigenlijk in feite niet gewijzigd. En dat bracht heel wat terug aan herinneringen van de lagere school en vakanties en fietstochten en allerlei zoektochten die daar dan plaatsvonden met lokale groepen van de school. Maar ik vond het zeer indrukwekkend ook het gesprek met Mark, hè, over gevangenis, hoe daar
die link met die handelingen, hoe dicht dat dat is. Hè? Ik denk aan die kettingen, ik denk aan die poort, ik denk aan die eerste en die tweede wacht. De twee werelden. Hè? En ook hoe die werelden veranderen als je daaruit komt. Hè? Dus hoe weinig een gevangenis je voorbereidt op het leven nadien terug. En hoe weinig het een straf is voor wat je gedaan hebt. Het wordt gewoon een stuk leven, een stuk tijd uit je leven gesneden. En dus optreedt er een zekere ontvreemding. Wat je een stukje ook bij Petrus in die gevangenis vaststelt. Hè? Het feit dat mensen daar dan ook hoop beginnen los te laten. Want men zit daar toch, men is geketend. Men gaat daar zo niet uitkomen, maar er gaan daar geen mirakelen gebeuren. En dan zie je dat het degenen zijn die ervan uitgaan, hè, wat Mark ook zei in zijn getuigenis, hè, die ervan uitgaan dat die mirakelen wel kunnen, zelfs daar, dat die het minst last van die kettingen hebben, van dat geketend zijn. Hè. En kijken naar een moment van hun bevrijding, van als hun gevangenisstraf voorbij is, om daar dan als de meest hele persoon zo heel als mogelijk, hè, want niemand van ons is perfect, maar zo heel als mogelijk terug uit te komen. Om daarmee een andere kijk naar dat leven dat daarop volgt. En dat is toch wel dat vond ik wel schrijnend. Dat is anders dan wat de landlopers waren. Landlopers werden, los van inderdaad een stuk dat criminaliseerde, maar het grotendeel moest gewoon die winter overleven. En zat niet zo direct met die wanhoop, zat gewoon met een ongeduld in verband met seizoenen en een praktisch tekort aan honger en dorst, omdat er geen voorzieningen waren. Maar zaten wel die lieten nooit die hoop gaan. Hè. Degene die ik nog zelf heb gekend, ja, die hadden ook een ingebouwde klok, dat als die temperatuur wat omhoog ging vanaf maart, waren ze ook weg. Hè. Onaangekondigd. Dan stelde je gewoon vast dat die daar niet meer waren. Omdat de zon had geschenen, omdat de temperatuur wat hoger was, en dan vertrok eigenlijk weer die bedevaartstocht, want die hadden allemaal een rugzak, die waren altijd te voet, die zagen er niet uit trouwens, maar die waren altijd onderweg. Altijd onderweg. En dat is natuurlijk, ja, gezien je in België niet meer arm kunt zijn, hè, dat is afgeschaft, ja, klopt natuurlijk niet meer, hè, met de grote armoede die we nog altijd hebben, het feit dat mensen dakloos zijn, thuisloos, en dat absoluut, dat vastgeraakt. Waarom? Omdat er ook, je kan niet meer naar een landloperskolonie gaan. De herfst, het einde van de herfst, was een intocht. Als je in Hoogstraten woonde, dan zag je dat. Je zag die over die wegen naar die landloperskolonie gaan. Want het werd weer winter. Die gingen daar van zichzelf naartoe. Dus je zag die beweging ook. En ik ben ervan overtuigd dat dat een gemis is in een samenleving. Want dat loste een probleem op, aan een zeer kleine kost voor de samenleving en een grote psychisch voordeel voor die mensen zelf en voor omstanders. Maar goed, de tijden zijn nu helemaal wat ze zijn. Dat heb ik zo nooit gezien. Nu wel, omdat we de tekst van de handelingen ernaast hadden. En het ons verplichtte om te kijken naar wat is een soort van confinement, een soort van opgelegde lockdown, we weten er nu mee, hè, ongeveer alles van, maar dat vond ik een rijke ervaring. Los van de beangstigend oog van de camera, wat u natuurlijk wel eens uw woorden kan wegnemen. Ja. Heer, laat mij bidden tot u opstijgen als wierook, mijn geheven handen u een avondoffer zijn. We willen dit gebed starten met een moment van stilte. We willen terugkijken naar wat er vandaag gebeurde. Waarvoor wil jij God danken? Ik ben vandaag erg dankbaar voor de inspiratie die ik mocht ontvangen. Door het samenleggen van gebeurtenissen en teksten, door woorden van mensen en het gebruik van symbolen, dat daarin een nieuwe betekenis duidelijk mag worden. Met de woorden van een psalm zeggen wij: laten alle schepselen u loven, Heer, en uw getrouwen u prijzen. Laat alle schepselen u loven, Heer,
en uw getrouwen u prijzen. In stilte mogen we ook aan God zeggen wat vandaag minder goed ging. Waarvoor willen wij vergeving vragen? Met de woorden van een psalm zeggen wij: Wees mij een rots, Heer, waar ik vluchten kan. Wees mij een rots, Heer, waar ik vluchten kan. We lezen uit de Heilige Schrift. Daar kwam opeens een Melaatse naar hem toe. Hij knielde voor hem neer en zei: Heer, als u wilt, kunt u me rein maken. Hij stak zijn hand uit en raakte hem aan. Ik wil het, word rein, zei hij. Meteen werd de Melaatse rein. Graag wil ik u thuis ook uitnodigen om samen deze lezing te lezen. Daar kwam opeens een Melaatse naar hem toe. Hij knielde voor hem neer en zei: Heer, als u wilt, kunt u me rein maken. Hij stak zijn hand uit en raakte hem aan. Ik wil het, word rein, zei hij. En meteen werd de Melaatse rein. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor de heidenen straalt, de glorie voor Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken onze Almachtige Heer. Amen.